Deze man kent geen hoogtevrees. Hij is een van die Surinamers die zonder te klappertanden in de hoogste klapperbomen klimt om er kokosnoten te plukken. We zijn in Coroni, een landstreek in het noordwesten van Suriname waar vroeger katoen gekweekt werd en die nu het centrum is van de kokoscultuur. De plukkers oogsten gemiddeld 1000 tot 1500 stuks per dag. Van het vruchtvlees verkrijgt men kokosolie, 1 liter van 12 à 14 noten. In een primitieve molen worden de vruchten eerst geraspt. Het vruchtvlees wordt vervolgens met water aan de kook gebracht. Men stookt met de bast van de kokosnoten. Door indamping verkrijgt men dan kokosolie. Ook het afval is nog bruikbaar. Het dient als voer bij de varkensfokkerij. Niet alle kokosnoten worden op deze wijze verwerkt. In Coroni is ook een fabriekje waar het vruchtvlees gedroogd wordt. Als copra gaat het dan de wereld in, als een belangrijke grondstof voor de bereiding van zeep en margarine.